demonstratie. Omdat je zo samenkomt en ja, het is je strijdt wel ergens tegen eigenlijk. Maar omdat je, het is eigenlijk gewoon een festival. Je bent met z'n allen samen en het is hartstikke gezellig. Maar je bent toch allemaal met één ding bezig. En wel op een hele positieve manier. En dat vond ik heel mooi aan deze demonstratie. De zon schijnt, er is mooie muziek, er is lekker eten. Mensen delen zaden uit. En mensen hebben allemaal borden gemaakt. En allemaal zitten schilderen. En het is gewoon echt het samenkomen. En muziek maken. En ja, liefde delen. Go, honey, go! Oké, gooi je been in de lucht. Ja, je kunt in de best. Kom op. Oké, heel goed. De andere kant. Oké, en vlieg, vlieg. Vlieg bang door de wind die straling heen. Woehoe, wat een kip. En duik naar de bloem, duik naar de bloem. Honey. En neem het aan. Oh, honey. Wij hebben we niet nodig. Wel nee. Mijn bedrijf verkoopt hele mooie zaden. Die bijen hebben we niet nodig om bloemen te bestuiven of andere dingen te doen. Jullie kunnen mijn zaden kopen. En mijn zaden zijn heel sterk. En ze kunnen tegen het gif wat we erbij verkopen. En zo hebben we een hogere opbrengst, mensen. Ja, het is fantastisch. Ja. Iedereen over de hele wereld moet mijn zaden gaan kopen. Ja. Deze was wel de houding onmiddellijk in de mond. We maken een gevaarlijke houding naar u. 1, 2, 3, maak een gevaarlijke houding. Oké, hij staat op freeze, mensen. Wat gaan we met hem doen? Gaan we hem A, afschieten. B, omarmen. C, liefdevol transformeren. Oké, C, daar gaan we. Weg, meneer Monsanto. Oké, met toveren, met een corset. Wat toveren met een corset. Toveren. Hier aan de rechterkant, voor u links, daar staat collectief rampenplan. Well, love is what we needed, and only love will keep us together. You gotta have someone, you gotta have some understanding. You gotta be with someone, you stay together. You need someone that way, and I need to lead sometimes. When I got myself, it's going mad. Is dit het? Is dit het dan? Het einde van evolutie? Of is er meer? Is er meer? Want ondanks alle economische industrialisatie is het de wereld niet gelukt om armoede, ontbering, hongersnood en ondervoeding te hanteren. En miljoenen gaan vanavond slapen zonder eten. Terwijl er miljoenen kilo's etenswaren wordt weggegooid. En miljoenen slapen op straat. Terwijl er miljoenen gebouwen leeg staan. Ik snap dit niet. Waarom? En waarom? Met alle briljante kennis dat wij hebben ontwikkeld over de generaties, hebben wij moeite om onze rijkdommen eerlijk te verdelen. Om een betere wereld te creëren. En de dag dat de wereld wakker wordt, zullen we ons realiseren dat het anders moet en dat het anders kan.
Maar het zal niet makkelijk zijn. We willen verandering, maar tegelijkertijd willen we onszelf niet veranderen. Het zal niet makkelijk zijn. Elk begin is moeilijk. Vooral als je bij jezelf moet beginnen. Het zal niet makkelijk zijn om te realiseren dat ons gedrag, ons overdreven, consumerend gedrag, effect heeft op alle derde werelddelen. Het zal niet makkelijk zijn. Het zal niet makkelijk zijn om je favoriete producten te boycotten. Om woorden om te zetten in daden. En de tv uit te doen. En je favoriete tv-programmerende programma een keer te missen. Omdat er nu eenmaal belangrijke informatie opgezocht moet worden. Het zal niet makkelijk zijn. Maar wanneer jullie zover zijn, sluit je dan aan bij ons. En de miljoenen wereldwijd die vechten tegen het politieke, corrupte, vervuilde voedselsysteem. En tot die tijd vechten wij ook voor jullie en voor jullie kinderen. Dankjewel. We have a right to vote. We have a right to vote. Dat is gewoon omdat we er echt in geloven dat we gewoon samen ervoor moeten staan. En gewoon samen moeten komen en echt die liefde naar buiten moeten gooien. En mensen die nog niet bezig zijn met GMO's, die niet eens weten wie Monsanto is. En die gewoon elke dag bij de McDonald's eten, bij wijze van spreken. Als je hun op een negatieve manier gaat benaderen en tegen ze gaat schreeuwen dat ze dingen fout doen, dan zullen ze zich alleen maar van je afkeren. En zodra je gewoon met liefde elkaar benadert en een open hart en licht uitstraalt, dan bereik je elkaar veel beter. En ja, uiteindelijk gaat het om het samenkomen en om de liefde delen en de knowledge en zo het conscious, allemaal conscious te worden en awake. Alle zaden zijn compleet gemanipuleerd. Ja, wij worden er ziek van. Al het eten bij Albert Heijn is gewoon gemanipuleerd door behalve de logisch. Daarvoor is het. En het hele ecosysteem gaat kapot. We moeten de aarde redden! No more poison in our food! Poison in our food! No more poison in our food! No more GMO! No more GMO! Love is the answer! Love is the answer! Love is what we needed, and only love will keep us together. You gotta have someone, you gotta have some understanding. You gotta be with someone, you stay together. Give me some night where I need to lick some time. When I got myself, it's going mad. Oh yeah. Heb je een creditkaart? Doorknippen. Heb je een bankrekening? Maak er zo min mogelijk gebruik van. Leen nooit meer geld van een bank. Ga je eigen groenten verbouwen. Neem een kas. Een kweekkas. Ga met elkaar handelen. Hey, je hebt tomaten. Hey, ik heb courgette. Hey, is goed. Zo hoor je met elkaar om te gaan. Oh, jij hebt een probleem. Je kan het niet oplossen. Oh, hey, maar dat is makkelijk. Maar dan moet je dat en dat doen. Kost niks. Niks. En het geeft een hoop liefde. Liefde. Gevoel. 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 Daar gaat het om. Gevoel voor elkaar. Mensen hebben geen gevoel voor elkaar. Geen gevoel meer. Ligt er eentje in de sloot te kaperen, staan ze in plaats van te helpen om foto's te maken met hun Android. Nee, zo hoort het niet. Je hoort die Android weggegooid. Ga erin en ga hem redden. Maar dat gebeurt nu niet meer. Het gevoel is weg. Het gevoel.
Daar gaat het om. Een dier eten, daarmee support je ook dat een dier geslacht wordt. En de manier waarop dat hier gedaan wordt is gewoon totaal niet oké. Dat is gewoon heel liefdeloos en verschrikkelijk voor de dieren. Dus ik zie er zeker verband tussen, ja. De mensen die er echt bewust van zijn en die ermee bezig zijn, dus die bijvoorbeeld ervoor kiezen om geen vlees te eten omdat ze tegen de bio-industrie zijn, die zijn vaker ook wel meer wakker en weten ook wel meer over GMO's en over biologisch eten natuurlijk. Als de mensen dus allemaal veganistisch zouden eten, dan is er 7 keer zoveel land beschikbaar op de wereld. Dan hoeft er niet genetisch gemanipuleerd te worden. Want dan is er te weinig land en dan moeten de planten moeten heel veel opbrengen om toch een bepaalde hoeveelheid mensen te kunnen voeden en vooral het vee te kunnen voeden. Als wij dan weer stoppen, is er genoeg land, kunnen de planten weer natuurlijk groeien. Of veel natuurlijker. En is al dat geknutsel met planten niet meer nodig. Er zijn er velden in Argentinië waar niks meer groeit en in Brazilië. Daar hebben ze zoveel vergif op gespoten, op die genetisch gemanipuleerde veevoervelden, dat er gewoon helemaal niks meer groeit. Dus ze kappen eigenlijk wouden weg, die voerwouden, en ze maken er een paar jaar tijd maken ze woestijnen van. Ja, dat mag gewoon zo niet meer doorgaan. Dus ik kan iedereen aanraden, probeer minder dierlijke producten te gebruiken. Het is over het algemeen veel gezonder. En nou is deze kaas, dat is lekkere rijstmelkchocolade. Dat zijn goede vleesvervangers. Ja, als mensen stoppen met de dierlijke producten, is er 7 keer zoveel beschikbaar. Dan kan iedereen eten en drinken. En nou lijden heel veel mensen honger en dorst. Het kost ook heel veel meer water om dierlijke producten te maken. En dat is gewoon heel onethisch en ook onnodig. Hallo Helena. If I was a rich man, ticky tocky, ticky tocky, ticky tocky, ticking time. Cash and credit, IOUs, forget it. They have reached their limit, can't you see? And if I play my cards right, ticky tocky, ticky tocky, ticky tocky, ticking time. I would never ever be wasting mine running, jumping, digging after dimes. And I would occupy my days in the garden so everyone can come and have a bite. A hem takes free space for everybody there to sow. And we would fly to the space place, let's call it dream, together making new history, playing and creating always all for we. Guerrilla gardening. Ja, guerrilla gardening, ja. Yeah. Baby's zijn er allemaal weer. Nou, dat wordt een goede bom. Here, I'm free. Free, I'm human. Ik heb gevoel. Ik hou van mijn mensen. Ik geef ze een knuffel, al ken ik ze niet. Ja, als ik ze tegenkom, zo, hé, wie ben jij? Maakt niet uit, hoor. Kom hier. Brother, sister, toch? Of niet? Ja, toch? 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 Of toch? Oh! He, eindelijk. Nou, nogmaals. Stick together. Maak een vuist. Zet hem omhoog. En zeg tegen jezelf. Ik zal al het mogelijk doen wat mij mogelijk is. Om mijn omgeving, mijn mensen, het doen overtuigen dat ik gelijk heb om te zeggen, ga je eigen groente kweken. Om mensen bewust te maken. En ik ga mijn eigen groente kweken. Mijn eigen fruit als het enigszins kan. En ik ga mijn eigen kip houden. En geen ene wet zal het mij verbieden. Want geen ene wet, en zo mag het nooit worden, kan iets wat natuurlijk is verbieden. Yeah! Fucking hell, hé. En dat is je recht om te leven als mens. Neem dat recht! Allemaal!
No more GMO! No more GMO! De TTIP is een heel gevaarlijk, dat is een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Waar er nu over in het diepste geheim wordt onderhandeld. En als dat doorgaat, dan krijgen we een wereldstandaard voor een vrijhandel geïndustrialiseerd landbouwsysteem. Dan wordt het heel moeilijk om nog een rechtvaardige ecologische landbouw te krijgen. Dus daarom vragen we hier om aandacht. Wij staan er, met al deze organisaties staan wij er dus ook voor dat we een algemeen belang hebben en daar komen we voor op. En deze petitie hebben we vandaag gestart in Nederland. En we willen heel graag dat de burger hiermee ook aangeeft dat ze achter deze organisaties gaan staan. Dat ze de joint statement die we dus hebben op bilateral.org, dat zij die gaan ondersteunen. Het is ook heel belangrijk, dit zijn allemaal rechten dat buitenlandse multinationals net zoveel rechten krijgen als Europese midden- en kleinbedrijf. Dus het is ook heel gevaarlijk voor boeren, maar ook het midden- en kleinbedrijf. Zij willen bijvoorbeeld subsidies aan onze bedrijven tegenhouden. Ze willen gewoon non-discrimination. Dus zij willen dat zij dezelfde rechten krijgen als Europese bedrijven. Je weet, de arbeidsmarkt in Amerika is ook helemaal geliberaliseerd. Mijn arbeiders hebben geen rechten, geen vakbondsrechten. Er zal een druk komen om ook arbeidsrechten hier af te breken in Europa. Dus wij willen echt oproepen dat vakbonden, midden- en kleinbedrijf, boeren ons steunen in deze strijd. Als dit doorgaat, is het heel goed voor multinationals, maar niet voor de meerderheid van de mensen en niet voor de meerderheid van de bedrijven. En nu spreken zij met één stem. En dat is eigenlijk heel raar. Een midden- en kleinbedrijf heeft veel meer te verliezen dan te winnen. Dus wij hopen dat vakbonden, midden- en kleinbedrijf ons gaan steunen. Dus we moeten Monsanto stoppen met ander handelsbeleid. En we willen die mensen hier informeren daarover. Ze zijn allemaal terecht heel bezorgd, maar het handelsbeleid is heel complex. Dus wij proberen hier meer aandacht te vragen van hoe kunnen we ze stoppen. Dan moeten we de handelsverdragen aanpassen. En daar willen we ze voor mobiliseren. En ja, ik hoop dat al die mensen hier, we hebben folders dat zij die meenemen. En lokaal weer andere mensen interesseren. Want als de TTIP doorgaat, dan kunnen we het gewoon vergeten. Dan is de agenda van de multinationals is gewoon af. Dus we moeten nu nee zeggen, anders is het voorbij. Ik denk dat zoals Hippocrates zei, dat voedsel je medicijn moet zijn en je medicijn je voedsel. Dus daar loop ik voor. We zijn hier om... En als een van die steden bij elkaar gekomen om te protesteren. We protesteren voor, dat is belangrijk hè, om eerst even te zeggen waar we voor protesteren. Voor onafhankelijk en gedegen onderzoek naar genetisch gemanipuleerde organismen. We willen graag duidelijkheid en vermelding van die GMO in de producten die we kopen. We willen een betrokken overheid, een overheid... die gezonde keuzes maakt. We protesteren ook tegen dingen, heel belangrijk. We protesteren tegen de macht van de grote gentech-bedrijven. Tegen de toename van octrooi en patenten op onze gewassen. Ik zeg even onze gewassen, want wij zijn tenslotte wereldburgers. En we zijn ook vooral tegen het rücksichtloos verwerken van de genetisch gemanipuleerde zaden in de producten die we kopen. Het is ook belangrijk om te zeggen waarom we hier zijn en hoe we dat willen veranderen. Want we kunnen iets veranderen. We willen dat doen vanuit ons hart, oprecht en met liefde voor het leven. Inspireren met de mensen om ons heen, nadat we hier bij elkaar zijn, om bewust en gezond te leven. Kritisch te blijven vanuit een gevoel van betrokkenheid, samen voor een gezonde samenleving. Het zij zo, niemand is perfect. Oorzaak, gevolg en oplossingen. Dit is wel het begin van de oplossing. Demonstreren en mensen bewust maken van het feit wat er gaande is. En mensen ja, wakker schudden van, hey,
En ik ben bijvoorbeeld al mijn hele leven vegetarisch. En toen ik vroeger klein was, was ik altijd de enige. Echt, bijna iedereen at vlees. En momenteel zijn er al steeds meer mensen vegetarisch aan het worden. En veganistisch. En ja, mensen worden gewoon steeds meer... Ze gaan steeds meer beseffen hoe het eigenlijk daaraan toe gaat. En wat nou goed is en wat niet. En mensen worden steeds meer wakker. No more GMO! 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 Spread the love! Spread the love! And the knowledge!